Meppel is al vanaf ongeveer de 15e eeuw een belangrijke plaats voor de doorvoer van goederen. Tot en met de 19e eeuw betrof het hoofdzakelijk turf. Tegenwoordig gaat het om heel veel soorten goederen die in de Meppelerhaven op- of overgeslagen worden. De haven van Meppel maakt deel uit van Port of Zwolle. De samenwerking tussen de havens Meppel, Zwolle en Kampen. De haven van Meppel is uniek, want het is de meest landinwaarts gelegen zeehaven van Nederland. Aan de haven zijn talloze bedrijven gevestigd, zoals scheepsbouwbedrijven, op- en overslag, containerterminals en fabrieken zoals Agrifirm en Friesland Campina. Samen leveren al deze bedrijven een toegevoegde waarde aan de Meppeler-economie van meer dan 60 miljoen euro. Wil jij kennis maken met de wereld van scheepvaart en bijvoorbeeld weten hoe het leven aan boord van een binnenvaartschip is? Of wat er zoal gebeurt in de haven? Volg dan de keuzemodule Maritiem. Gedurende 10 weken leer je alle facetten kennen en krijg je een goed beeld van een van de meest belangrijke sectoren in Nederland.